Ja. Dus die kijkt ook op de punt. Nou, ik denk dat als je dus langs de Amsterdam Rijnkanaal allemaal dat hebt, ja, met een zo'n grote panorama, dan hebben mensen ook wat te zien. De boten, de tourboot en dat soort dingen. Ik denk, ja, dan kun je ook veel gezelligers... Want hier komen geen roeiers? Ja, hier komen de roeiers. Ja. En een van de problemen voor de roeiers is, als je hier allemaal kinderen hebt zwemmen, dan kunnen die niet meer gaan roeien. Dat is zin. Dus ja, daar moet dus bijvoorbeeld een keuze worden gemaakt. Maar ja, weet je, je kan zeggen, hier is lekker wandelen, zou ik. Dat zou mijn keuze zijn. Van goed wandelen, horeca hier, want er is wat te zien. En voor de mensen die bijvoorbeeld willen rennen of skiën, weet je, langdurig fietsen, wat anders. Dus jij zou echt een scheiding maken eigenlijk in het gebruik. Ja. Dus dit meer vrije tijd en ontspanning en dit meer echt sportief. Onderdeel. Ja, je staat notabene in basic fit. Dus dat combinatie dat je bijvoorbeeld een hele ronde zou kunnen doen als je basic fit wil zijn. Ja. Dan is dat natuurlijk hartstikke fijn dat je dus die hele genegenheid hebt. Ja. En dan zou je ook nog rond de wereld kunnen kijken van... verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld in Spanje heb je dat overal op dit soort promenaden van die fitnessapparaten. Die heb je hier ook in het Transwijkpark. En denk je dat de Nederlanders dat aankunnen? Dat ze in het openbaar gezien worden met fitness? Ik denk als je dit inderdaad zo aanbrengt, ik denk dat dat wel tot de mogelijkheid. Ik denk dat er heel veel mensen, als de faciliteiten er zijn en ze zijn goed... Mm-hmm. Dan ga je dat meer en meer krijgen. Er zijn al heel veel mensen die fitnessprogramma buiten doen. Dat apparatuur in Transwijk werd veel gebruikt door de crossfitters. Maar ik denk als je dit wat meer doet en dan heb je verschillende niveaus. Eentje voor wat simpeler. Natuurlijk zal sommige worden gebruikt gewoon voor de grap. Maar ja, ik denk dat en zou jij het gebruiken? Ik zou het zelf niet zo graag gebruiken omdat ik niet zo'n fan ben van rennen buiten. Waarom niet? Nou, weet ik niet. Het is mijn lichaam. Die houdt meer van langdurige dingen dan rennen. Maar, Als je 11 kilometer zou kunnen rennen, dat is dan wel weer best zo'n pittige lengte. Ik zou dat eerder fietsen. Fietsen? Kijk, nou hebben we het. Ja. Dus als dit gewoon fietsvriendelijk is, die hele route, dan zou dat wel een overweging zijn. Ja.